Amber, Maximus, vandaag achtste finale voor Gent Ladies tegen OHL. Een moeilijke wedstrijd, hè? Maar ik denk dat elke bekermatch een moeilijke wedstrijd is. En OHL is een jonge ploeg en dat moet je zeker niet onderschatten. Dus, maar we hebben het ons denk ik zelf gewoon moeilijk gemaakt met 0-0 de rust in te gaan. En dan weet je dat OHL er gaan beginnen geloven. En we hebben het onszelf gewoon moeilijk gemaakt. Ja, uiteindelijk de mensen denken van het blijft zo lang 0-0. Er zal een doelpuntje vallen en dat zal van Amber komen, want zij is de topschutter in de Super League. Maar dat is niet gezegd. Voor mij is het gewoon belangrijk om te winnen. Maar dat mijn goaltje is altijd mooi meegenomen. Dus ik ben blij dat ik gescoord heb. Maar dat we zeker gewoon door zijn naar de volgende ronde. Ja, het was wel de goal die de match moest losmaken. Hè? Ja, dat is altijd bij een eerste goal. Hè. Dus ja. Dit seizoen, jullie zijn nu in de kwartfinale voor de beker. Jullie hebben nooit al eens die beker gewonnen. Is dat opnieuw een doelstelling, die beker winnen? Ik denk dat zeker een doelstelling is. Zeker als we de naam Gent dragen. En ik denk als we starten met zo'n ploeg dat we zeker voor de beker moeten gaan. Maar er is ook nog een competitie en daar richten we ook ons spelen op. Dus ik denk dat die twee heel mooi zijn om naartoe te kijken. Ja, daar heb je in de competitie een zware tegenstander met Anderlecht. Zij zijn iets professioneler denk ik nog dan jullie. Hoe zie je het vervolg in de competitie? Het vervolg professioneel, ik weet niet. Ik denk dat we twee ploegen zijn dat goed aan elkaar gewaagd zijn. Maar ik denk dat elke match tegen Anderlecht en tegen een Henk en tegen een Standaard, eigenlijk elke ploeg zeg maar, toch wel een match is om te knokken. Maar hoe we het gaan zien, ik denk het is nog lang seizoen, dus er komen ook nog play-offs. Dus er kan nog van alles gebeuren, maar ik denk als we blijven verder doen dan we de vorige weken gedaan hebben, dat we dat wel goed kan eindigen. Ja, en in die competitie moet je dan zo lang mogelijk in de buurt van Anderlecht blijven of proberen juist ervoor te blijven? Ik denk dat het heel belangrijk is om bij hen in de buurt te blijven en dat gaan we wel zien. Ja. Oké, ik dank je en veel succes voor het vervolg ook. Dat is graag gedaan.